Saïf Ruby ontving rond 6 uur gisteravond een delegatie Antwerp-supporters om zijn plannen met voetbalclub Antwerp met hen te bespreken. Achter gesloten deuren stelden de supporters de vragen die ze hadden bij het overnameproject van de zakenman. Ik denk dat wij mogen concluderen als supporter dat het momenteel financieel zeer zwaar is om de boel dicht te fietsen. Voor ons geldt uiteraard maar één ding en dat geldt voor elke supporter, dat is het voortbestaan van onze club. Voor de supporters zou een structuur naar Duits of Spaans model mogelijk moeten zijn. Daar kunnen supporters aandelen kopen in hun club. Hij heeft daar volmondig ja op geantwoord. Dat vind ik al een zeer positieve zaak. Voor Ruby blijft het belangrijk dat de supporters inspraak krijgen in hun ploeg. My potential have a big impact on the future of this football club. So it's trying to explain to them and give them a clearer picture of what's going on, I think. A club like Royal Antwerp Football Club. The fans have to be the heartbeat of the club, the community, the supporters, the youth, everything. And with the fan base potentially available to the fans and to the club, it's crucial. What did the fans expect tonight from you? Just honesty. And that's what I gave them.